vrienden, vliegveld Alicante. Ja, ben op weg met Jut. Ja, naar Nederland toe. Maar kijk hier. En zij is even, ja, zij is even daar ergens een colaatje halen. En ik wou jullie even iets zeggen over het ongemak van het reizen. Want daar, vrienden, dat begint al als je hier in het vliegveld binnenkomt. Dan heb je dan zo'n lange rij en dan moet je je daar gaan melden en inchecken en een gedoe. En maar wachten en je krijgt spataderen van het staan. Dat is verschrikkelijk gewoon. Ja, dat is het ongemak van het reizen. En daar houdt het niet op, want dan kom je daarna in zo'n enorme, van die dingen met van die linten. En dan moet je dus helemaal naar achteren lopen, weet je wel. Dus je denkt, waarom moet ik helemaal die kant op? En dan loop je het helemaalzelfde stuk weer terug. En dan moet je weer helemaal, en dat gaat maar door. En dan kom je, en dan ben je er nog lang niet. Nee, met de ongemakken van het reizen. Want als je dat gehad hebt, dan moet je dus door die veiligheidscontrole heen. Dan moet je helemaal jezelf uitpellen. En ja, meneer, toch maar even je riem af. En als je pech hebt, moet er ook je schoenen nog even uit. En ja, wilt u uw zak even helemaal leegmaken? En die en dan weer door zo'n poortje heen. En allemaal dat geklooi, vrienden. Ja, en ik sta hier wat te wachten. Kijk, daar komt ze aan hoor. Jut, ja, heb je een colaatje gehaald als het goed is? Ja, is het gelukt, schat? Ja, ik heb het. We kunnen gaan. Ja, oh, zij is dus. Nou, dan gaan we door. Maar we zijn er nog niet. Want nou ben ik dus ook benieuwd waar ik kom te zitten in een vliegtuig. Als je een beetje verkeerd komt te zitten in zo'n vliegtuig en er zit iemand naast je en die gaat gewoon met zo'n elleboog gewoon op je leuning zitten. Gewoon van, zo, die leuning is van mij. En dan moet jij dus helemaal gaan overhellen, zo moet je helemaal gaan hangen naar de andere kant toe. Weet je wel, daar heb je dan allemaal mee te maken. Of er zit iemand die is zo dik. Ja, en die zit, of zo dik, en die zit dan naast je. Ja, en dan kan je ook geen kant op en dan zit je helemaal zo klem, weet je wel. Het is toch, dat zijn de ergernissen van het reizen, ja. Dus nou is het wel van belang, vrienden, dat ik bijvoorbeeld gangpad zit. Lieve Jut. Ja, ik ga... Waar zitten we? Ik ga even kijken. Oh, ze gaat kijken. Oh, ze weet het toch niet eens. Ja, maar ik zeg altijd, lieverd, ik wil gangpad zitten. En nou zegt ze van, ik weet het niet. Dus het kan zomaar verkeerd uitpakken. Nou, oh, ja. Ik zit gangpad en jij zit in het midden. Oh, ik zit in het midden. Goeiedag. Ja hoor. Ik kijk elke dag naar het filmpje. Ja, kijk hier. Zie je, dan heb je het. Een volger in Alicante. Nou. Maar ik was dus net aan het vertellen dat ik dus absoluut gangpad wil zitten. Maar waarom kan ik geen gangpad zitten dan? Ja, hij staat op mijn naam. Hij staat op haar naam. Ja, nou en? Dan kunnen we toch ruilen? Dat kan toch wel? Ja, dat kan. Oh, dat kan. Ja, goed. Oké, ik zit dus toch gangpad, vriend. Maar dan zijn we er nog niet, hè? Nee, want je kan ook zomaar komen te zitten op een plek dat je rugleuning niet naar achteren kan. Koffertje erin. Oké. Kijk, dit gaat in het midden. En dan ga ik hier op het hoekje vinden. Kijk, ik zit gangpad. Kijk, daar zit ik gangpad. Ja, hè. Ja, het zijn allemaal van die ongemakken. En dat zal ik toch niet alleen hebben, jullie toch ook met reizen. Ja, die ergernisjes. En nu komt hij dan. Kijk, hier zit een knopje. Misschien gaat die rugleuning naar achteren. Even proberen. Ja, een klein beetje. Zo'n stukje. Zeg je hem? Het is echt niks. Wat is het? Het is ook niet netjes om die stoel naar achter te doen hoor. Oh, de stoel. We zitten al zo krap. Dus de stoel mag niet eens naar achteren. Nou, weer een ongemakje erbij. De stoel gaat weer naar voren. Jut heeft het gezegd. Ja, nou, we gaan vliegen, vrienden. We gaan op naar Nederland. Zeg maar dag. Dag. Dag.